Welkom bij de eerste video vanuit het nieuwe huis en dus vanuit een nieuwe studio. Studio 2.0, maar dan wel in een beta versie, want de komende tijd zal er nog meer inrichting komen. Het beeld is denk ik al wel goed, het geluid klinkt nog een beetje hol, dus dat hoop ik nog in de komende paar video's telkens te kunnen verbeteren. Maar in deze video wil ik kort gaan kijken naar verschillende aandelen en daar ook mijn mening over geven. Dat heb ik vorige maand ook al gedaan. Die video werd goed beoordeeld. Jullie gaven aan van dat mag je wel vaker doen. En ik probeer op deze manier even een korte video te maken terwijl ik nog volop bezig ben met de verhuizing eigenlijk en het inrichten van alles. En alle aandelen die ik in deze video ga bespreken, die zijn door jullie aangegeven via mijn Instagram account. Ik vraag meestal via mijn Instagram account om jullie input, om jullie feedback op video's. Dus wil je nou volgende keer ook je feedback willen geven of gewoon op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg dan mijn Instagram account @eenpassiefinkomen. Genoeg intro zou ik zeggen. Laten we snel gaan beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. We gaan in deze video dus kort kijken naar verschillende aandelen. Dat zijn aandelen die jullie hebben aangegeven en de meeste verzoeken, ja, de meest verkozen aandelen, die ga ik in deze video behandelen. Er kwamen ook heel veel verzoekjes binnen voor NIO, Tesla, Nikola, andere EV-bedrijven zoals Workhorse bijvoorbeeld. Nou, dat wil ik in een aparte video gaan doen. Dan kan ik die bedrijven ook met elkaar gaan vergelijken. Dat was ik al van plan. Er blijkt ook veel vraag naar te zijn. En mogelijk is het ook wel interessant omdat volgende week Tesla met een stocksplit komt, een aandelensplitsing. Dan wordt elk aandeel door 5 gedeeld. Dus heb jij één aandeel voor nu $2000, heb je op dat moment in één keer 5 aandelen die $400 zijn. Dus de totale bedrag wat je in een Tesla hebt zitten, dat blijft hetzelfde. Alleen het aantal aandelen is hetgene wat verandert. En omdat juist Tesla dus een gunstigere koers gaat krijgen, een interessantere koers voor mensen die misschien een paar honderd euro in de maand te investeren hebben, is dat een mooi moment om te gaan kijken naar Tesla en een vergelijking te maken met andere aandelen, andere bedrijven die bezig zijn met elektrische voertuigen. Ook al zijn de koersen daar misschien nog iets gunstiger voor de meeste mensen. Maar in ieder geval, dat wil ik behandelen in een aparte video die ik denk aanstaande woensdag en anders aanstaande maandag ga publiceren. Maar laten we dan gaan beginnen met de aandelen voor deze video, voor deze maand. En als eerste is dat Shell en ook alle andere oliemajors zoals ze genoemd worden. Nou, heel veel mensen vroegen van Shell staat weer op een laagtepunt. Het staat al een hele lange tijd tussen 12 en 14 euro geloof ik, of dollar. Is dit gewoon een goed moment om Shell te kopen? Het gaat waarschijnlijk niet lager, dus we kunnen nog mooi herstellen naar het oude niveau. Ik denk niet dat we echt gaan herstellen naar het oude niveau. Dat zou zeker nog wel kunnen, maar dan zou het ook heel erg lang duren. Want ik denk dat een beetje het tijdperk van olie, dat dat niet meer teruggaat naar het oude niveau en dat we dus altijd genoegen moeten nemen met minder vraag naar olie, zeker met de energietransitie. Maar zeker ook de gebeurtenissen rondom corona, dat heeft nu invloed, maar ik denk ook dat dat blijvende invloed heeft, dat mensen zich anders gaan gedragen, meer thuis gaan werken en dus minder bijvoorbeeld benzine nodig hebben om met de auto op pad te gaan. En veel van deze oliemajors geven dat zelf ook al aan, dat ze wel herstel zien van de koers, maar dat dat nog lang zal duren, dat het nog misschien wel jaren gaat duren. En ondertussen zijn ze ook al bezig om juist de bezittingen die ze hebben daarop af te schrijven, want de waardering verandert. Als de prijs van olie verandert en alles rondom olie verandert, dan gaat ook de waardering van verschillende bezittingen wordt aangepast. Dat gaan we terugzien in de winsten, in de balans van deze bedrijven. Dus daar zijn ze al mee bezig. Dus wil het ook niet zeggen dat aangezien nu de koersen gunstig zijn, dat je daarvan kunt profiteren. Want het is denk ik met een reden dat juist deze koersen nu zo laag staan. Maar genoeg over olie, laten we doorgaan naar het volgende aandeel. En dat is het bedrijf Galapagos. Want daar zagen we afgelopen week een flinke daling van bijna of rond de 30%. Dat kwam omdat de FDA, de Amerikaanse tak die eigenlijk over de volksgezondheid gaat en dus medicijnen goedkeurt, meer bewijs heeft gevraagd. Er werd vanuit gegaan dat er dit jaar goedkeuring zou komen voor een nieuw medicijn. Maar dat ziet er nou uit dat in ieder geval wordt verschoven naar volgend jaar. Het bedrijf zelf is nog wel heel erg positief over de uitkomsten van dit onderzoek. En in ieder geval de verwachting op de lange termijn. Alleen heel veel beleggers zijn er dus minder positief over. Hebben snel het aandeel verkocht. Zeker omdat het al gedurende dit jaar al flink omhoog is gegaan. Maar nu dus ook weer redelijk hard omlaag is gegaan. En nou is de farmaceutische industrie niet een sector waar ik veel van weet. Waar ik echt kennis van heb. Dus ik kan niet zeggen of dit nou een juiste beoordeling is. Een juiste waardering is. Lijkt in ieder geval wel een mogelijk interessant instapmoment. Mocht jij in ieder geval voor de lange termijn willen beleggen. En heb je eventueel wat kennis over deze sector. Zeker ook omdat vorig jaar Gilead zichzelf inkocht voor 30%. Zij betaalden toen rond de $140 voor een aandeel. Nu zit dat rond de $160.
En dat is dus redelijk goed gewaardeerd, lijkt mij. Zeker vergeleken met het hoogtepuntenjaar van rond de 250. Dan door naar het volgende aandeel, Virgin Galactic. Een aandeel dat ik al eerder in deze maand behandeld heb in de maandelijkse serie Interessante Aandelen. Dus ga zeker even deze video kijken, want daar ben ik al uitgebreid ingegaan op dit bedrijf. Inmiddels zijn er wel weer cijfers bekend geworden. Deze cijfers vielen tegen en inmiddels zijn er ook extra aandelen uitgegeven tegen een koers van $19,50 of $19,50. Op dit moment zit de koers zo rond de $17. Dus of diegene hebben te veel betaald of de koers schommelt gewoon een beetje rondom deze prijs en dat lijkt een juiste waardering op dit moment. Zoals ik ook in die andere video zal zeggen, het is een aandeel met veel potentie, maar ook zeker met veel risico. Dus mocht je hier interesse in hebben, ga dan zeker goed onderzoek doen. Dan komen we aan bij Apple, het volgende aandeel. Een aandeel waarin ook heel veel mensen vroegen van, is het nu interessant om te kopen of moet ik nog eventjes wachten? Want ook Apple heeft een stocksplit aangekondigd, een aandelensplitsing, ik geloof 4 tegen 1. Omdat de koers toen op dat moment rond de $400 zat, zou die dus gesplitst worden en kon je een aandeel kopen voor rond de $100. Het is dus vooral de vraag van, moet ik het aandeel nu kopen of moet ik wachten tot na die splitsing? Ja, dat weet ik niet, dat vind ik zelf ook moeilijk in te schatten. Ik weet niet welke kant het op zal gaan. Aan de ene kant denk je, heel veel mensen die het geld nu hebben, kopen een aandeel. Want die kunnen op die manier profiteren. En daar gaat de koers dan trouwens op dit moment ook van omhoog. En zij hopen natuurlijk dat, nou, wanneer die splitsing is geweest, het aandeel voor meer mensen bereikbaar is. Ook mensen die dus €100 in de maand te besteden hebben om te beleggen, kunnen dan één heel aandeel elke maand kopen. Waardoor eigenlijk de vraag toe zou nemen. Zeker omdat er nu ook beleggers zijn die hopen dat de koers hard omhoog gaat. En op het moment dat de stocksplit plaatsvindt, de aandelensplitsing, dan hun aandelen verkopen en hun winst nemen. Ja, dat kan dus eigenlijk allebei de kant op gaan. En ik heb eigenlijk geen inzicht in welke nou de overhand heeft. En dat zien we dus ook terugkomen bij Tesla. Ook dit bedrijf heeft een aandelensplitsing aangekondigd. Deze vindt eigenlijk wordt verrekend aanstaande vrijdag. En dan zal met een nieuwe aantal aandelen en een nieuwe koers aanstaande maandag geopend worden op de beurs. Ik denk zelf dat het aandeel nu wel echt hoog gewaardeerd is. Een koers van inmiddels meer dan $2000. En zeker sinds de aankondiging van deze aandelensplitsing, toen lag de koers geloof ik rond de $1350. Dus we zijn al meer dan 30% omhoog gegaan in de laatste 2 weken. Dus ik ben ook zeker benieuwd wat hier de koers gaat doen. Zelf denk ik dat die eigenlijk nu wel iets te hoog staat, dat het te hard is gegaan. Dat heel veel mensen hopen dat de koers harder zal stijgen, ook zeker nog na die splitsing. Al zullen veel beleggers die dit aandeel hebben ook vooral voor de lange termijn zitten. Dat is in ieder geval mijn strategie, het echt nog jarenlang vasthouden. Er komen binnenkort wel nieuwe aankondigingen aan, onder andere Battery Day. Er wordt heel veel van verwacht. Het is ook maar te hopen of ze dan ook echt met groot nieuws komen. Maar het lijkt me zeker dat op dit moment heel veel van dat nieuws wat verwacht wordt al ingeprijsd is op de koers van dit moment. En dus eigenlijk misschien wel te hoge koers voor wat er nu waard is. Dan door naar het volgende aandeel en dat is Alfen. Ook een aandeel wat ik zelfs sinds begin dit jaar heb. Een aandeel wat echt in de energietransitie past. Zelf heb ik het aandeel voor rond de €20 gekocht, terwijl nu op dit moment de koers op een all-time high staat van rond de €47. Ik heb eigenlijk niet echt specifiek nieuws gezien de laatste tijd. Het is gewoon telkens langzaam gestegen en dus is het misschien ook wel niet het juiste moment. Ik zou even afwachten tot er een beter koopmoment is, een betere prijs om dit aandeel te kopen. Want ik denk wel dat het een aandeel is wat echt zeker met die energietransitie de komende tijd potentie heeft in de komende jaren. En zoals gezegd is dit een van de aandelen die ik zelf in bezit heb. Wil je nou een video zien van welke aandelen dat zijn op dit moment en waarom ik die aandelen heb gekocht en nog steeds heb? Nou, laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Dan kan ik daar binnenkort weer een video over maken wanneer er genoeg vraag naar is. En daarmee komen we bij het laatste aandeel van deze video, ook heel erg veel gevraagd. En dat is Unibail Rodamco Westfield. En tegelijkertijd ook de meeste andere vastgoedaandelen. Want ook bij vastgoed is het heel erg afhankelijk per sector hoe het aandeel presteert. Zeker de winkelaandelen en de kantoren, de kantoorvastgoed, die hebben het gewoon heel erg moeilijk. En er zullen ook waarschijnlijk grote afwaarderingen moeten plaatsvinden. Daar zijn veel van dit soort fondsen dan ook al voorbereidingen voor een treffen of misschien al zelfs mee bezig. Sommigen proberen natuurlijk panden die niet populair zijn bij hun te verkopen. Alleen niemand zit te wachten om een pand te kopen. Dus het is heel erg lastig om een pand verkocht te krijgen. En wanneer er geen transacties zijn, is het ook heel erg moeilijk om te waarderen wat een pand waard is. Want je weet niet wat de markt bereid is te betalen voor een bepaald pand. En zeker bij de sectoren van het winkelvastgoed en het kantoorvastgoed, denk ik dat we nu echt weer een nieuwe stap hebben gezet. Het online shoppen, dat was al aanwezig. Dat is nu alleen nog maar erger geworden en dat gaat zeker niet meer weg. En zeker
zeker ook het thuiswerken steeds populairder. Dat zal ook echt wel blijven. Misschien niet in deze mate, maar misschien aan de andere kant wel meer dan we eigenlijk willen verwachten, dat we niet zo snel teruggaan naar die oude situatie. Want het zit hem ooit in die kleine dingen, zo las ik dit nieuwsbericht, waar je eigenlijk dus ja, de liften zorgen voor problemen. En hoe hoger een pand wordt, hoe groter dat probleem is. Omdat we natuurlijk afstand van elkaar moeten houden in die anderhalve meter samenleving op dit moment. Dus tot het moment dat er een vaccin is of misschien een medicijn, blijven we met dit soort situaties zitten waarbij dan niet te veel mensen in een lift mogen zitten. Is het ook helemaal niet interessant om een kantoor, vroeger wilde je zo hoog mogelijk zitten, nu is dat juist helemaal niet meer interessant. Dus heel veel dingen gaan veranderen. Laten we hopen dat we teruggaan naar die oude situatie. Maar dat kan eigenlijk nog wel langer duren dan we denken. En misschien zijn we dan wel gewend aan het gedrag. En zijn we ook veranderd van het gedrag. Dus hierbij geldt eigenlijk hetzelfde als bij die oliemajors. De koers dat die op dit moment op zo'n laag punt staat, lijkt mij heeft een best wel goede reden waarom het zo is. En het is zeker niet voor de hand liggend dat we zomaar weer terugschieten naar de oude situatie. En daarmee wil ik dan ook deze video af gaan sluiten. Dit waren de meest gevraagde aandelen waar jullie het over hadden. De meeste mensen hadden deze aandelen gevraagd. Ik had meer dan 200 reacties gekregen op mijn Instagram story. Heel veel verschillende bedrijven. Sommige van jullie vroegen meerdere bedrijven aan. En op deze manier heb ik bijna de helft van de mensen in ieder geval een antwoord kunnen geven. Bedrijven die ik op dit moment nog niet behandeld heb, die kan ik misschien alweer in de toekomst gaan behandelen. Hoe meer mensen een bepaald aandeel een bedrijf gaan aanvragen, hoe eerder ik het zal behandelen. En wil je nou ook input hebben op de volgende video, volg dan mijn Instagram account, @eenpassiefinkomen. Dan zal ik regelmatig nieuws met jullie delen, maar ook zeker om jullie feedback vragen, om jullie input vragen voor nieuwe video's. Mogelijk dus voor de video voor de volgende maand. En dat is dan natuurlijk alleen wanneer jullie dit een interessante video vinden om bijvoorbeeld een maandelijkse serie van te maken. Dat we elke maand dus op deze korte manier, hoop ik in ieder geval, het is weer iets langer geworden dan ik had gepland, Eigenlijk een beetje mijn visie en mijn mening geven over aandelen. Laat in ieder geval weten wat je van deze videoserie vindt en of je dus iedere maand terug wil zien komen. Dan doe dat via de reacties onder deze video. Wil ik daarmee deze video afsluiten. Wil ik je wederom bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je nou nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.